Dag dames en heren, en leuk dat u kijkt naar het schaatsjournaal van donderdag 11 februari. Op en top winter vandaag er werd volop geschaatst op steeds meer plaatsen. En ja, de kwaliteit van het ijs is niet optimaal door de sneeuw die dit weekend is gevallen. Maar de schaatsliefhebbers weten hun plekjes wel te vinden. Niet alleen op de schaatsbanen, maar op steeds meer grotere waterpartijen. Kan voorzichtig geschaatst worden. Voorzichtig zeg ik, doe ook voorzichtig, want. Het kan her en der behoorlijk druk worden op het ijs, en naast het feit dat je er doorheen kunt zakken. Kan het ook gewoon zijn dat je een flinke schuiver maakt, jezelf beseert... en misschien wel op de spoedeisende hulp terecht moet komen. En laten we dat in deze tijd met corona nou met z'n allen zien te voorkomen. Dus doe echt voorzichtig op het ijs de komende dagen. Want dit weekend bijvoorbeeld zal het erg druk worden op de Nederlandse ijsbaantjes. Het wordt alleen nog maar kouder de komende dagen, dus dat ijs wordt alleen maar dikker. We zitten nu op een centimetertje of 7 à 8, maar daar komt nog meer bij met strenge vorst in de nachten. Maandagochtend halen we waarschijnlijk zo'n 15 centimeter. Dat is een gemiddelde. Er zijn plekken waar meer ligt, er zijn plekken waar minder ijs is terug te vinden. En daarna ja, kan het echt letterlijk alle kanten op. Er is nog een mogelijkheid dat het ijs verder aandikt. Er is ook een mogelijkheid dat over een week daarna het ijs allemaal ontdooid is en dat alles weer vloeibaar is. Het gemiddelde zit daar netjes tussenin. Bij smelt van ijs kijken we ook vaak naar de dauwpuntstemperatuur. Want de afgelopen dagen kwam soms de temperatuur midden op de dag heel even boven nul. Toch was er eigenlijk geen sprake van smelt. En dat komt omdat de lucht heel droog is. En die droogheid van de lucht die kunnen we dan weer terugzien in de zogenaamde dauwpuntstemperatuur. Die dalpuntstemperatuur ligt niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen zo'n beetje rond de min 10 graden. Snachts nog wat lager. Nou, dan smelt er natuurlijk absoluut niets. Maar we zien vanaf maandag dat er een duidelijke stijging is waar het in. Het gemiddelde, of de operationele run moet ik zeggen, die komt zelfs een aantal dagen boven nul. Dan smelt het ijs, komt er water op te liggen. Is het dus heel erg onbetrouwbaar dat ijs. Later volgende week gaan we gewoon weer terug naar waar we, de, waar we ook nu mee te maken hebben. Dus die winter, we moeten hem nog niet helemaal afschrijven. En we zien een hele grote spreiding. Er zijn nog steeds oplossingen waarbij ook na maandag de kou gewoon in onze omgeving blijft. Nou, dit is allemaal al die berekeningen bij elkaar opgestapeld. Als we ze los in een grafiek plotten, dan zien we toch wel iets heel opmerkelijks. Het merendeel van de berekeningen gaat uiteindelijk in de loop van maandag met positieve doupingstemperaturen komen met smelt. Maar we zien dus ook dat. In de loop van volgende week die temperaturen misschien wel weer wat omlaag gaan. En veel belangrijker, er is ook nog een bundeltje van deze in totaal 50 berekeningen. Ik denk zo'n 25% zou ik inschatten, wat gewoon de kou in onze omgeving laat voortduren. Dus die dooi die er maandag op het programma staat, waarschijnlijk komt die er wel. Maar het is nog niet helemaal zeker en misschien is het ook van korte duur. De komende dagen komen we hier nog uitgebreid op terug. Terug dan naar de schaatsthermometer, die alweer flink is opgelopen. We zitten zo voorzichtig op het niveau plassen en meren. Zeker de komende dagen moet dat toch wel lukken. Hou rekening met de lokale situatie. Doe echt voorzichtig, zou ik zeggen. En daarna, dan breekt die thermometer dit jaar. Want door de coronamaatregelen worden er dit jaar geen toertochten uitgezet. En dan te bedenken. Dat dit weekend het ijs misschien wel op sommige plaatsen dik genoeg tevoren is. Helaas, er worden geen toertochten uitgezet. Maar het zal hoe dan ook voor velen een prachtig schaatsweekend worden. Ik zeg het nogmaals: doe voorzichtig op het ijs. En morgen komen we weer terug met het schaatsjournaal en kijken we ook hoe zeker de dooi wordt. Tot morgen.